Nou, ik onderzoek lachgas. Dat is een heel sterke broeikasgas. Bijna 300 keer sterker dan CO2. Dus het heeft een heel groot effect op klimaatverandering. Dus hoe minder lachgas we uitstoten, hoe beter. Een van de bronnen van lachgas, dat is rioolwaterzuivering. En dat onderzoek ik. Dus ik wil weten welke micro-organismen lachgas produceren, welke er lachgas opnemen en wanneer en waarom ze dit doen. En dit ligt heel erg aan de omgeving, dus aan het soort rioolwater waarin ze zitten. Dus wij willen gewoon zorgen dat deze micro-organismen blij zijn in dat rioolwater, zodat ze minder lachgas produceren. Nou, wij krijgen rioolwater van de waterschappen. En daar zit dus een mix van wel duizenden micro-organismen in die zorgen dat de water schoon wordt. En uit deze micro-organismen willen we dus DNA en eiwitten halen. En met die puzzelstukjes ga ik eigenlijk verder. De productie van lachgas door deze micro-organismen, dat ligt heel erg aan de samenstelling van het rioolwater. Dus als mensen 's ochtends de wc doortrekken, of als het bijvoorbeeld regent of juist warm is. Dat heeft allemaal invloed op de productie van lachgas. Ja, ik vind het heel leuk om onderzoek te doen. Er gaat natuurlijk van alles fout in het lab en er gebeurt altijd wel wat geks. Maar ook voor de computer. Ik kreeg laatst ineens gewoon 1 miljoen bestanden tevoorschijn. En het mooiste ervan is nog dat ze allemaal leeg waren. En uiteindelijk duurde het een hele nacht om ze te verwijderen. En we hebben geen idee waarom dit gebeurde en dat weten we waarschijnlijk nooit. Ja, nou, ik zorg sowieso dat ik elke dag even naar buiten ga. Dat heb ik ook altijd van mijn moeder geleerd. En daarnaast ga ik 3 keer in de week bodderen. Dat vind ik heel erg leuk. En het zorgt er gewoon voor dat het 5 uur is en dat ik tegen mezelf zeg, nou, nu ga ik gewoon even klimmen. Want anders is het heel makkelijk dat ik gewoon te lang blijf zitten.